Ze had moeten leven op een rantsoen, moest soms uren schuilen in een schuilkelder en wist niet of haar toekomstige kinderen nog zouden kunnen leven in het land van haar kindertijd. In 1948 was mijn oma een van de jongeren die wij nu, 70 jaar later, willen vertegenwoordigen. Onze generatie is opgegroeid in vrede, in een tijd van vrede en globalisatie. We nemen het vliegtuig zoals ze vroeger de fiets namen. Dames en heren, ik weet niet hoe het is om op te groeien in oorlog. En ik ga ervan uit dat velen van jullie dat ook niet weten. Toch kunnen we vandaag nog niet spreken van wereldvrede. Bijna 1/4 van de kinderen wereldwijd leven in een conflictzone. Ze leven met het besef dat die dag wel eens hun laatste zou kunnen zijn. Een goede vriend van Syrië die kan niet terugkeren naar huis, omdat hij geprotesteerd heeft tegen het regime. Ze hebben zijn broer vermoord. Elke dag staat er hier wel iets in de krant over de verschrikkelijke levensomstandigheden in landen zoals Syrië. En elke dag staat er wel iets in over de vluchtelingen in België of Europa. Ziet u, oorlog is geen ver van ons bedshow. Wij moeten misschien niet elke dag door een verwoeste straat lopen. Wij kunnen naar school en wij voelen ons veilig. Maar veel mensen in België zijn wel uit zo'n situatie gevlucht en hopen hier opnieuw te beginnen. Net zoals mijn oma, zullen ze jaren later nog nachtmerries hebben over bommen en oorlog. Wij kunnen de fysieke gevolgen van oorlog hier in België misschien dan wel niet zien, maar we mogen de mentale gevolgen niet ontkennen. Iedereen in België, met speciale aandacht voor jongeren, moet toegang hebben tot de correcte psychologische hulp. Of ze nu hier geboren zijn of niet, of ze nu hulp nodig hebben bij het verwerken van een trauma zoals oorlog, of bij het communiceren over stress, faalangst of depressie. UNICEF noemt de kinderen en jongeren die opgroeien in conflictzones de vergeten jeugd. Als jongerenvertegenwoordiger wil ik ook hen op de kaart zetten. De Vlaamse jeugd bestaat uit meisjes, non-binaire jongeren, jongens, leden van de LGBTQ+ gemeenschap, heteroseksuelen, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende generatie Belgen, jongeren met of zonder een beperking, moslims, christenen, joden, atheïsten, jongeren die perfect weten wie ze zijn en zij die nog op zoek zijn naar hun plaatje in onze samenleving. De Vlaamse jeugd past niet in één hokje. Wij verleggen de grenzen en we maken er een inclusieve cirkel van. In 1948 was mijn oma 13 jaar oud. Als jonge vrouw leerde ze naaien en koken op school. Het is in dat jaar, dit jaar, precies 70 jaar geleden, dat vrouwen het stemrecht krijgen hier in België. Het is pas in 1948 dat vrouwen inspraak krijgen in het bestuur en de werking van ons land. Alle kandidaten hier vanavond zijn vrouwen. Jullie hebben de kans gehad om op een van ons te stemmen. Stel je nu eens voor dat de helft van de bevolking niet mag stemmen. Het zou hier bijna leeg zijn. Vandaag sta ik hier als de derde generatie na het invoeren van het stemrecht voor vrouwen. Er is ontzettend veel veranderd sinds mijn oma's jeugd. Vrouwen zijn vrijer, zelfstandiger en krijgen meer kansen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het vechten voor gelijke rechten niet meer nodig is. Dat we gelijkheid bereikt hebben. Maar het feit dat we het vandaag beter hebben dan gisteren, betekent niet dat we niet moeten vechten voor morgen. In Venezuela verkopen vrouwen hun haar voor zo'n $20 om te kunnen overleven. In Iran mag de moeder van Rana, een vriendin van mij, het land niet verlaten zonder toestemming van haar man. In Nepal is de bruid in 40% van de huwelijken jonger dan 15 jaar. Vergeleken met die situaties is België een paradijs. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten.
Deze week schreef de Standaard dat 8600 meisjes in België risico lopen op genitale verminking. 8600. Hier in België. Dit aantal is de voorbije 10 jaar verviervoudigd. Morgen is het de 108e editie van de Internationale Vrouwendag. En toch is het lichaam van de vrouw nog steeds een onderwerp voor politiek debat. Als je een hoofddoek of een burka draagt, dan heb je te veel aan. En als je rondloopt topless of met een kort rokje, dan draag je te weinig. We hebben het goed in België, heel goed. Maar we moeten zowel internationaal als nationaal ons steentje blijven bijdragen. Hopelijk kan mijn kleindochter dan binnen 70 jaar in 2088 zeggen: in 2018 was mijn oma 19 jaar oud. En dat was het jaar waarin de toekomst begon. Dank u.